De 15e wereldkampioenschappen per afstand staan op punt van beginnen in Olympisch Sochi. Dit is een ijsbaan die je schaart onder de laaglandbanen. Precieze hoogte 5 meter boven zeeniveau. Dat is 1 meter hoger dan de vorige Olympische ijsbaan, die van Vancouver. Een laaglandbaan dus. De snelste man ooit op een laaglandbaan is Johnny Davis. We zien hem in rit 9. Dan zijn de drie Nederlanders al in actie geweest. En hier betreedt Davis de Adler Arena. Adler Arena, vernoemd naar het stadje dat op zo'n 30 kilometer van Sochi ligt. En dat deze ijsbaan dus huisvest. En dit is de Koreaan Jung Yoon Jo, die van de reservelijst is geplukt. Hij vervangt de Duitser Geisreiter, die zijn pijlen richt op andere afstanden. En Andersson, de Zweed van 19 jaar, die vervangt Danny Morrison, die wel startgerechtigd is vanwege bijvoorbeeld de punten die hij gehaald heeft in het wereldbekerklassement. Morrison, die hier is na zijn beenbreuk en die wel de 1000 meter rijdt, maar niet de 1500. Eerste rit dus van 12. Jo en Andersson. En dit is een warming-up, Martin. Niet meer dan dat. Ja, daar ben ik het mee eens. Overigens, net zoals iedereen al eerder heeft gezegd, de winnaar kan in ongeveer 8 ritten zitten. Dus het is wel een hele, hele interessante 1500 meter vandaag. Je hebt net even een studie gemaakt van die Koreaan, Jo. Die kan wel wat, hè? Jo, met name in de Maastart is die goed. Hij werd op de finale in Heerenveen tweede. En toen was zijn slotrondje, wel in dat peloton, 24.99. Kwam met een shorttrack achtergrond. En zich vooral voorbereid voor de Team Pursuit. Een Olympisch onderdeel waar de Koreanen veel energie in steken. Andersson is nog een junior. Was goed in het voorseizoen. Bij de wereldkampioenschappen viel hij wat tegen. Eindigde als 14 op de 1500 meter. Jo maakte dus deel uit van het gezelschap van 4 Koreanen dat zich stort op de Team Pursuit. Daar kan er nog wel eentje bij komen van de junioren. En die komt er ook bij. Dat is ja, Seo. We gaan met z'n allen in Calgary wonen van de zomer. Dan hebben ze 5 man. 5 sterke mannen. En Jo rijdt een redelijke tussenronde. We zien zijn niveau. Hij rijdt een seconde nu boven schema baanrecord. Want ook deze baan heeft al een baanrecord. En dat zal vallen vandaag. Dat is in het bezit van Skobrev. Die bij de Russische kampioenschappen hier de 1500 meter aflegde in 1,47 hoog. Jo, winnaar van de eerste rit in 1,49,24. Anderhalve seconde boven het baanrecord dus van Skobrev. Dat nog even blijft staan. Hier is Skobrev. Ja, die dan wel het baanrecord heeft. En dat weet hij bij de Russische allround kampioenschappen. Maar hij is dit seizoen overvleugeld op de 1500 meter door Zhuskov. Maar misschien is het vandaag de dag voor Skobrev om de orde te herstellen. Ja? Dit is hem, Zhuskov. Won de 1500 meter in Insel. Dimitri Babenko, Kazachstan, getraind door Pieter Muller en Lucas Makowski. Regina Saskatoon en uiteraard residerend zoals de meeste Canadese schaatsers. Niet allemaal overigens, maar hij wel in Calgary. Persoonlijk record 1:43.53 en Lucas Makowski heeft op het podium gestaan bij een 1500 meter. Dat was in Insel. En dat was toen toch ook wel een tamelijk grote verrassing. Dat hij, uitgerekend hij op een laaglandbaan, derde kon worden. Ja, is dit jaar veel ziek geweest. Vergeet niet, hij won nou de medaille toen. En is deelgenoot van de Olympische Gouden Ploeg uit Vancouver.
Hij zal afstuderen dit jaar in oktober en zegt dat hij zich helemaal vrij kan maken voor de volgende niet te spelen. En wil daar ook individueel gaan scoren. Mikowski moet het toch in zich hebben om richting dat baanrecord van Skoblik te gaan schaatsen. Of daaronder. Er is veel aan gelegen, Frank. Ambitie zijn, hè? Ja. Hij is niet fit geweest in het voorseizoen. Maar om een Olympische status te bereiken zal hij top 16 moeten halen. Ja, hij rijdt dik onder het schema baanrecord nu. 3/4 seconden. En dat is vaker gezegd, hè. Dit is de belangrijkste wedstrijd eigenlijk voor alle schaatsers die hier rondrijden. Hier verdienen die Olympische status. En top 16 is genoeg om in de nationale ploeg te mogen zitten. Maar top 8 hebben de Canadezen nodig om ook financiële ondersteuning te krijgen. 26-6 was de eerste ronde. Derde in Interlas gezegd. Maar vorig jaar in Heerenveen 19e. Deze Mikowski ronde gaat in 28-1. En dan gaat hij het moeilijk krijgen om dat baanrecord van Skoblev af te nemen. Hij heeft nog 2/10 marge. Maar zijn rondetijd belooft niet veel goeds. 28-1 en de slotronde van Skoblev destijds, eind 2012, was 28-5. En na een rondje 28-1 mag je nu geen 28-5 verwachten. Nee, en ja, de laatste 5 jaar stond er een Canadees op het podium na de werkafstanden, maar dat zit er nu niet in. Geen baanrecord. Net binnen de tijd van de Corian Jo. Slotronde 30-1, verval van 2 seconden. Nee, geen goede 1500 meter. Het is natuurlijk toch moeilijk in te schatten wat kan er gereden worden op deze baan. Waar moet je deze baan nu mee vergelijken? Mag je die baan bijvoorbeeld met Heerenveen al vergelijken waar zoveel wedstrijden gereden zijn? En waar het ook even duurde voordat daar 1.45 gereden werd. Moet je deze baan misschien wel het beste vergelijken met de baan van Olympisch Vancouver, van Richmond? ...1.47.7 is hier gereden. De Olympische 1500 meter van Tuitert ging in, zeg maar, 1.45.5. Dat was ook de winnende tijd van de Bel Swings. Bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Gaat het die kant hier al op? Vertrokken zijn Cousin, de Kazak. En Christopher Fagerli Rücke. Cousin, echt een rondjesrijder. Enorme lange benen. Dit zijn de mannen die zich niet op grond van het wereldbekerklassement hebben geplaatst voor deze wedstrijd. Maar toch op basis van een gereden tijd zijn toegelaten tot het startveld van 24. Als gezegd, 2 hebben voor de eer bedankt. Noodgedwongen deels. En zijn vervangen door 2 man van de reservelijst. En dat waren de 2 uit rit 1. Rondje 26-9 is wat langzamer dan de eerste ronde van Mikowski. Hier de camera uit de lucht. En Cousin komt nu onderdoor. Een rondje van Mikowski hier ging in 28-1. En Cousin is sneller. Maar moet nog wel bijna een seconde goed maken op de Canadees. Cousin reed dit seizoen niet 1 keer in de top 10 in de A-divisie. Dus dit zijn nog geen potentiële winnaars of mannen voor het podium. Dit is eigenlijk nog het voorprogramma. Zie maar. 1.49.12. Wel net iets sneller dan Mikowski. 50-82 voor Rücke, die eigenlijk pijnlijk om te zien het niveau van de juniorentijd niet eens haalt. Dit is Kjeld Nuis. Die rijdt straks tegen de man naar rechts in beeld, Koen Verweij. Die haalde zijn punten in het voorseizoen eigenlijk. Ja, mocht daarom meedoen bij de wereldbekerfinale. Plaatste zich. Was de beste Nederlander. 4e. Via dus eigenlijk een sluitroute.
was daar de beste Nederlander. En zou maar zo de dag van het seizoen kunnen hebben hier. De Nederlands kampioen. Kjeld Nuis op de 1500 meter. Koek en Massé. En kijk naar de schaatsen van Jonathan Koek. Ja. Hij rijdt op Vikings uit Nederland. En is van de Harre Marchesi schaatsen afgestapt. De schaatsen was een oude trainer. Dus hij heeft gekozen voor het Nederlands materiaal. En rijdt ook iets anders. Het vertelt wat lichter. Dat hij die gewoon in Heerenveen gekocht heeft ook zelf. Gewoon in de winkel. Ja. Opmerkelijk. Rijdt zijn leven lang op handgemaakte schoenen. Echt op maat. En heeft nu gekozen voor schoenen die wat flexibeler zijn. En daardoor wat makkelijker en wat lichter lijkt te rijden. Dit is de eerste wedstrijd. Dit materiaal. Geen tijd. Opening wel 24-8 en Massé 24-2 in het stadion. Massé haalt hier de kruising Koek al in. Waarom hebben we in beeld geen tijd? Zou een van de schaatsers een transponder zijn vergeten? Massé knalt erin. En daar is de tijd wel. 27-1 en Koek krijgt een rondje 27-1. Massé traint de laatste tijd veel met Maurice Vriend. Die zijn ploegmaatje Koen Verwijvrij kwijt is gemaakt. Die is naar TVN vertrokken. Vriend traint dus met deze Fransman. Die begon het seizoen als inwoner van de schaatsacademie in Insel. Daar is hij dus weg. Daar moet Koek toch langzamerhand gaan komen. Massé een rondje 28-0, net als Koek. Koek een lastige kruising, moet zich inhouden. Ja, die schaatsen zijn nog geen wonderschaatsen van Jonathan Koek. Want hij moet die buigen voor Benjamin Massé uit Bordeaux. En die gaat hier onder 1,49 rijden naar de tijdelijke eerste plaats. 1,48,89 en 1,49,93 voor Koek. Is dat handig, zo vlak voor een wereldkampioenschap afstanden waarop je door je Olympisch comité wordt gewogen van schaatsen veranderen? Dat is bijzonder en vindt de meeste kans op de lange afstanden. Is de vraag stellen hem ook beantwoorden? Ja, hij vindt zichzelf niet goed genoeg op zijn andere schaatsen. Nou, maar hier is hij nog geen vrienden mee met deze schaatsen. Hè? Eerste wedstrijd. 4 ritten gehad. Massé wel de snelste tot nu toe. 1,48. Ja, de namen zijn gevallen. Nitswitski, Brodka en er is nog een Pool, dat is Chimanski. Die heeft het ook in zich om zich met die 1500 meter te gaan bemoeien. Dat zeg je niet op basis van zijn uitslagen van dit seizoen. 1 keer maar in de top 10, dat was in Erfurt, waar hij 7e werd. Alexis Contin op de 1500 meter werd 5e in Astana. Dit is de starter van dienst, de Finn Westerlund. Het is het eerste grote internationale toernooi waar Contin dit seizoen aan meedoet. Hij was er niet bij de Europese kampioenschappen, dus ook niet bij de wereldkampioenschappen allround. Overhoop gelegen ook een groot deel van het seizoen met de Franse bond. Maar kennelijk zijn de plooien glad gestreken, want hier doet hij dus wel mee. Ja, want hier kan hij wel plaatsen voor de spelen afdwingen. Opening gelijk, ja, genoeg gelijk. Chimanski iets sneller dan Contin. Altijd spannend bij zo'n toernooi hoe het ijs zich gaat houden. Het goed te zien dat het al een beetje wit uitslaat. De eerste grote test ook voor de ijsmeesters hier. Ja, en we zagen in Vancouver, Richmond, de ijsbaan, in 2009 dat het toen niet zo snel ging. Dat ze tijd nodig hadden om die baan onder controle te krijgen. Chimanski weer een tiende sneller, ook in deze doorkomst. En bouwt zo zijn voorsprong op Contin uit. Dan hadden ze daar nog als ijsmeester Mark Messer, titel van een reputatie heeft. Dan komt Chimanski naar de 1100 meter toe. Dan zal hij toch een metertje of 3-4 moeten pakken op Contin om niet opgegeten te worden op de laatste kruising. Ah, dit is dit seizoen toch ook wel een Poolse afstand geworden, hoor, die 1500 meter. Of
vooral door Tulu van Broodka, winnaar van de wereldbeker. Komt Thijs in deze ronde sneller. Je pakt nu die 2-tiende terug die hij verloor in de eerste twee doorkomsten. De 1-19-10 en 1-19-05 verhoudt zich dus heel goed tot de 1100 meter tijd van Massé. En die reed de slotronde van 29-7 naar een tijd net onder een 1-49. Contijn gaat deze rit winnen. Eerder uit de bocht heeft meer over dan Szymanski. Szymanski herstelt zich nog wel, maar het is te laat voor de ritzegen. Contijn in 1-48-50. En nog steeds geen baanrecord. Maar het gaat elke rit sneller. En dat is eigenlijk ook gezien de opbouw van de wedstrijd logisch. En vanaf nu moet je ervoor gaan zitten. Tuitert gaat naar de stad. De Olympisch kampioen. Leuk om terug te kijken naar wat Tuitert dan deed een jaar voor de Spelen. Want we zijn nu ook weer op datzelfde meetpunt. 1 jaar voor de Spelen. En 1 jaar voor de Spelen bij de wereldkampioenschappen afstanden in Vancouver. Nam Tuitert deel en werd hij 9e. 9e werd hij toen in 1,47 hoog. In een jaar tijd verbeterde Tuitert zich toen 2,5 seconden. En greep de mooiste overwinning op zijn mooiste sportdag. Februari 2010. En hij rijdt tegen een goede bekende Lalenkov. Regelmatig hebben Lalenkov en Tuitert samen opgetreden op het banket met een gitaar. Liefde voor dezelfde muziek. Ja, allebei 32. Allebei een keer de World Cup gewonnen over 1500 meter. Maar Tuitert bovendien Olympisch kampioen. En in één keer goed weg. Achtste in Erfurt, 7e in Heerenveen. En dat is nog een end van plaats 1 af. Maar in tijd gemeten zat hij er niet zo ver vanaf. En Tuitert denkt nog altijd dat er in hem een winnaar woont. En de opening is 23-53. En dat is heel goed vergelijkbaar met zijn opening in zijn Olympische race. Dat was toen 23-52. En toen kwam hij uit op 1-45-5. Hoog ritme van Tuitert op de kruising vergeleken met die lange slagen van Lalenkov. Maar hij rijdt nog steeds weg. Ik kijk toch nog eens naar die Olympische race van hem in Vancouver. Toen kwam er een ronde van 25-8. Heeft hij dat nog in zich? 26-1. 18e loopt hij uit op Lalenkov. En hij heeft dus niks aan de Rus. Moet het helemaal alleen doen. 2 seconden voorsprong op het schema baanrecord heeft Tuitert. Er zijn dit jaar wereldbekerwedstrijden op laaglandbanen gewonnen in tijden van 1,46 laag. Een 27er moet eruit komen, dat lukt hem nog. Net. 1,8 verval. Verliest een paar tienden op het schema baanrecord. Heeft helemaal niets gehad aan Lalenkov. Behalve dan de herinnering aan de muziek. Tijdens het banket. Hij sprankelt niet zoals in die Olympische race. Dat is goed te zien. Het gaat hier moeizamer. Maar ver voor de streep en ver voor Lalenkov. Op weg naar een baanrecord. Nou, dat is dan bewerkstelligd. 1,47-61. Het is moeilijk inschatten nu wat hier nou echt mogelijk is. Maar je kunt je niet voorstellen dat dit winnend is. Slotronde 29-3. 2 seconden langzamer dan in zijn Olympische race. Maar wel sneller dan in een race in Vancouver een jaar voor de Spelen. En dus een baanrecord. Daar staat het. 1,47-61. Tuitert. Dan zijn we halverwege de 1500 meter. Hebben we 1 Nederlander gezien. Het gaat niet heel erg lang duren voordat de volgenden zich melden. Want het is nu. Hier is Kjeld Nuis. Persoonlijk record. 1,44-43. Hartstikke leuk, maar dat is gereden in Calgary in 2009. Dit seizoen reed hij in Kolomna 1,46 laag. Kolomna ook in Rusland. Een paar uur vroeger van hier, hè? Koen Verweij. Hij reed onder de 1,44, ook dat gebeurde in Calgary.
tijdens de allround wereldkampioenschappen. Dit seizoen won hij in Colonna in 1.45.5. Dat is een paar keer gevallen nu. 1.45.5 was winnend voor Swings in Heerenveen. Het was de Olympische race van Tuitert. En dus een winnende race van Koen Verweij. Martin, jij als 1500 meter man. Wie gaat hier nu aan wie wat hebben? Wie is het meest gelukkige met deze loting? Verweij of Nuis? Eigenlijk Koen Verweij. Hij moet zorgen dat hij op 1100 meter vlak achter Nuis zit. Zodat hij op de kruising naartoe kan rijden. Dus... vals. Ja. Dus zal jij Nuis... zegt dat Nuis eigenlijk het leidend voorwerp is in deze race. En Nuis als weet het dat. Verloopt Nuis... volgens het scenario voor Verweij. En wat kan Nuis daartegen doen? Nuis moet één ding doen. Die moet op 1100 meter een halve seconde voor liggen. Zodat hij te ver weg is. Hé, wat gebeurt daar? Wij zien deze slow-mo in beeld. Slow motion. Koen Verweij rijdt. Kijk naar Verweij. Ja. Wat is dit nou weer? Koen Verweij die rijdt de inrijbaan in. Ja. En dat is dat Hansen? Koek. Die is aan het uitrijden. Koek die daar aan het uitrijden is nog. En die rijdt gewoon op de inrijbaan. En daarom wordt er wel eens gezegd. Net als bij Short Track. Niet meer rijden. Nou ja, dit is gebeurd. Ja, dit is lastig voor Koen Verweij. Die staat aan de buitenbaan. Ja. Toch een tikje gehad. Ja. Want die snelheid is zo 35 km per uur. En dan rijdt er iemand tegen je aan. Maar hij meldt zich weer present voor de start. Voor de herstart. En die weg. Dus beide mannen met scenario in hun hoofd. Koen Verweij wil de laatste kruising gebruik kunnen maken van Kjeld Nuis. En Kjeld Nuis weet dat hij dan ver weg moet zijn. Want Koen Verweij is een knokker en kan hele goede laatste rondes rijden. Dus Nuis moet na 1100 meter een flink gat geslagen hebben. En is bezig dat nu al te realiseren. Verweij heeft bovendien net die tik gekregen van Koek. 23-6 komt daar. Snelste opening. En 24-10 voor Koen. Dat is een goede opening. Nuis is natuurlijk de sprinter. Verweij moet het van vlakke rondjes hebben eigenlijk. Vlakker dan Nuis. Wij reed een aantal wereldbekers met twee handen op zijn rug. Dat doet hij niet meer. En Nuis gaat over Koen Verweij heen kruisen. Rondje van Nuis is 26-2. Rondje van Koen Verweij 26-8. Niet dat dat in beeld staat. 26-2. Nuis heeft hier dus niks aan Koen Verweij. Hij staat langzamer nog dan de Tuitert. Gaat om de tussenronde. De tussenronde van... Tuitert, dat ging in 27-9. Hij slaat wel een gat. Nuis ook. Verweij heeft straks niks aan Nuis. Te ver weg. Zware omstandigheden. Het is goed te zien hoe alles gaat tot nu toe. Laatste bocht voor Nuis. In 47-61 van... Tuitert. Verweij nu meer snelheid, maar het gat is geslagen in het voordeel van Nuis. 1.48.17. Tuitert blijft zitten. 1.48.42. Maar voor... als een troon voelt dit nog niet aan hoor, waar Tuitert zit. Slotronde, matig hoor. 30-3 voor Kjeld Nuis. 2,4 verval. Het lijken me toch omstandigheden voor mannen van de lange adem. Voor de allrounders in het veld. Ja, Verweij is een allrounder, maar kreeg vlak voor zijn race die tik, die optater van Koek. En zoals jij net de plan de campagne van beide rijders omschreef, kan het zomaar zijn dat ze elkaar hebben uitgeschakeld ook in deze ritnet. Nuis heeft ervoor gezorgd dat Verweij niets aan hem had. Maar andersom heeft hij ook niks aan Verweij gehad. Nee, en als je de race tot nu toe ziet, je ziet dat al die schaatsers na 700 meter al kapot zitten. En dan begint voor deze man pas de 1500 meter. Die is open voorzichtig. En kijk eens hoe kapot die jongens zijn. Daar ligt Nuis.
tegen de muur. Silofs is dan een outsider ook onder deze omstandigheden. Eén keer op het podium gestaan dit seizoen. De inliner uit Letland. Skobrev stond dit jaar niet op het podium, maar we kennen zijn reputatie. Het vorig jaar tweede, deze afstand, in Heerenveen. Silofs komt hard onderdoor. Uit de academie, de Insel. Dat traint door Jeremy Waterspoon. En een 23er ook als opening voor Silofs. Skobrev pakt het aan zoals Fabrice dat in zijn gouden tijd, in zijn gouden dagen deed. Skobrev zet in op 3:27. Zijn slotronde. Maar dan kan die kruising die er nu gaat komen lastig worden. Het lijkt erop dat hij Silofs over hem heen laat kruisen. Ja, dat deed Fabrice toch ook altijd. Ja. Je moet het lef hebben. 66 om 26-9. Ja, en ja, Ritter van Skobrev gaat omhoog. 26-9 is een goede rondetijd voor Skobrev. Ja. En dit weet Silofs. Die duikt naar binnen. Skobrev laat de wind breken door Silofs. En gaat nu aanzetten. Rijden dus een seconde nu boven het schema van Tuitert. Maar dat is goed te maken voor deze mannen. Maar kijk naar dat ritme van Skobrev. Dat gaat omhoog. Silofs pakt dat nog wel tegen. Maar kijk, is 14e verval maar voor Skobrev. Ja, die is bezig aan een goede race. En sprint hem af. Hier, kijk, rijdt weer naar hem toe. Dit is de tweede kruising dat hij gebruik maakt van Silofs. En nu gaat hij weg van de led. De race hier door Skobrev al gewonnen. Maar nu gaat het om de tijd. Voor de streep uit. De streep is Tuitert. En Skobrev gaat naar 1:46.97. En zorgt voor enthousiasme. En een slotronde van 28-1. 26-9, 27-4, 28-1. Hij kent deze baan. Ja. Maar kijk, wat werd er in Richmond gereden? 4 jaar geleden. 1:46. Twee mannen maar. Maar die finish. 1:46, hij schopt door de finish. Ja. Dat mag niet, hè? Ah, hier mag het. Hij is een Rus. Rusland. Wat denk je? Zij waren ook eerder op het ijs dan alle andere deelnemers hier, hè? Er werd hier gezegd, nee, het ijs is nog niet goed. Je kunt nog niet trainen. Maar de Russen waren hier al een paar dagen bezig. Het is een thuiswedstrijd. En echt. En kijk eens naar Nuis. Die is nog steeds niet hersteld van die 1500 meter. Johnny Davis. De wereldkampioen van 2004 in Seoul. De wereldkampioen van 2007 in Salt Lake. En de wereldkampioen van 2009 in Richmond. 3 keer wereldkampioen 1500 meter. Geklopt door Tuitert. 3 jaar geleden tijdens de Spelen. Zijn tegenstander is een landgenoot, is Hansen. ...1:46 hoog gereden door Skobrev zo even. Nog niet zo heel lang geleden kon je Davis midden in de nacht wakker maken om op het ijs zetten en reed hij dat met gemak. Hij heeft 1:44 laag gereden op een laaglandbaan, op een baan als deze. Kan hij dat nog? Derde was hij toch nog wel even in Heerenveen bij de wereldbekerfinale. Toen hij klop kreeg van de Belg Swings in een rechtstreeks gevecht. Maar van Hansen in de buitenbaan wordt vaak gezegd dat dat de nieuwe 1500 meter man is uit de Verenigde Staten. 3 keer podium dit seizoen. Allebei hebben ze het dus in zich. Ja, hij rijdt makkelijk 23-6 opening die Hansen. Maar kan ook een 5 kilometer aan. Dus zou eigenlijk kunnen rekenen op een slotronde. 23-5 is een goede opening ook van Davis. En dan moet deze ronde eigenlijk betrekkelijk makkelijk gaan. Want daar zagen we bij Tuitert en Nuis dat deze ronde al heel veel energie kostte. Ja. Skobrev zette eigenlijk in op 3:27 en Davis zet 26-0. Kruist over Hansen heen. Daar heeft Hansen dus wel profijt van hier. Maar dan moet hij wel meegaan nu met Davis. Moet hij wel in zijn spoor blijven, moet hij die bocht meerijden. 26-6 is geen slechte ronde op zich voor Hansen.
Davenschap aan. Kijk eens hoeveel hij voor de streep uit. Ik wil weer de baas zijn van deze afstand. 27-5. Is langzaam bij deze ronde dan Skobrev. Maar hij heeft een dikke voorsprong bij het ingaan van die laatste ronde. Dat Davis de baas niet is dit seizoen op de 1500 meter, heeft ook te maken met zijn blessures. Zijn blessureverhaal dat als een rode draad door dit seizoen loopt. Hij kan niet één keer die pijn verbijten. Hij blijft voor die streep, maar die streep nadert. Hij blijft ervoor. Hij wint het van die streep. Ja, 1:46.83. En met deze tijd is Tuitert ook van het podium. Het staat nu dus vast dat voor Nederland hier geen medaille is weggelegd op de 1500 meter. De laatste Nederlandse wereldkampioen, Erben Wennemars 2003. Dat blijft dus zo de laatste Nederlandse medaillewinnaar, Sven Kramer. In Nagano 2008, toen hij het zilver deelde met Davis. Geen hoofdrol dus voor de Nederlanders. Voor wie dan wel? Op dit moment staat Davis op 1, Skobrev op 2, Hansen op 3. Hansen op 3. Hier is hij. Daar staat Juskov en Swings van mij voor de beeld heen. Die rijden tegen elkaar in rit 11. 1:46.83 dus gereden door Shawnee Davis. Ik weet zeker dat de 6 man die nu nog gaan vertrekken allemaal denken, dat hebben we in ons. Dat kunnen we ook. En ze kunnen dat staven met uitslagen van dit seizoen. Maar ze weten geen van allen wat deze baan werkelijk mogelijk maakt vandaag. Wat zijn de valkuilen? Nitswitski, Pedersen, nummers 7 en 8 van het wereldcupklassement. Van deze twee heeft alleen Pedersen dit seizoen het podium een keer gehaald bij de wereldcupwedstrijden. Pedersen, vaak gezegd, vorig jaar nog junior. Kan dit jaar het niveau er zo aan van die grote mannen. Dat is knap. Toch ook een paar keer van Bukkel gewonnen. Ja, en het seizoen is lang. De Pool zet de toon in 24-0. Ploeggenootje van Kramer. En dit wordt een normale kruising. Pedersen rijdt langzaam naar Nitswitski toe. Peter die de laatste binnenbocht heeft. 26-8 Nitswitski. Beide mannen liggen flink voor op Skobrev. En we wel dezelfde ronde tijd. Skobrev liet nu een rondje 27-4 zien. Echte miners zoals Nitswitski, die hebben moeite. Kijk maar, en daar komt de allrounder Pedersen op deze 1100 meter al master. 27-4 is sneller dan Davis. In de rondetijd dan, hè? Maar hij moet een dikke 1,5 seconde gaan winnen op Davis in de slotronde. Kan hij dat? De Pool fungeert al als aanjager. De Noor moet het afmaken. De Pool dus ongewild gehaast voor... Pedersen, maar die streep, Davis is te ver van Pedersen weg. Die ziet de worstel hangen, maar kan er niet in bijten. 1:47.44 om 1:47.83. Kansen op een medaille voor Davis zijn gestegen. Maar nog 4 mannen. De kansen zijn gestegen op een medaille voor Davis, maar de kans is ook groot dat hij gewoon vijfde of zesde wordt. Nee, zesde niet. Vijfde kan niet worden. 4 man nog in competitie. Nou, Irene Wüst, Linda de Vries. Later vandaag de 3 kilometer. Irene Wüst rijdt dan tegen Sablikova. Kan zij haar eerste goud hier gaan delven? Zorgen voor, niet voor morgen, maar voor straks. Juskov hier. Een winnaar geworden dit seizoen. En dat gebeurde in Insel. Daar haalde hij de hoogste eer. Swings verblufte. Vriend en vijand en misschien niet zichzelf. Want hij had dat plan wel goed bekokstoofd.
Hij won in Heerenveen. Juskus dus één keer winnaar in Insel, maar in de andere wedstrijden haalde hij het podium niet. Zo'n tombola is het dit seizoen op de 1500 meter geweest. En hij kijkt al een beetje naar Bart Swinks, want hij weet dat Bart Swinks over de sterkste laatste ronde van het veld beschikt. Ja, dus op de 1100 meter moet je heel, heel ver weg zijn. Anders komt die Belg onderdoor. De opening van Juskov gaat in 24-3. Swinks wacht af. De 60 is langzamer dan Skobrev. Zijn plannetje, en dat werkte heel goed in Heerenveen, en hij heeft nu hetzelfde plan. Ziet zichzelf als grootste kans hebben op deze 1500 meter. Terwijl ik denk dat hij de andere twee afstanden, de 5 en de 10, ook goed aan kan. En hij heeft ervoor gezorgd dat deze schaatswedstrijd live op de Belgische radio te beluisteren is. Swinks 26-8. Voorzichtig. Kruist net. Oh, dit wordt lastig. Dit, daar moet hij in de wacht. Swinks, daar gaat hij. Daar gaat hij eraan, Swinks. Ja, stom. Maar hij is flexibel vanuit het skieren. Maar kijk eens naar de achterstand die ze hebben op Davis. Swinks heeft het verprutst, die kruising. Ja, daar had hij toch geen rekening mee gehouden. 27-2 hier de ronde van Juskov. En 27-8, Swinks. Nu moet hij van te ver komen. De winnaar van de wereldbekerfinale. Ja, eigen glaas ingegooid. Zonde. Juskov heeft daar ook niet echt veel voordeel van die kruising gehad. Kijk nog even om. Rijdt op de streep. Die streep die Davis is. Kijk eens wat er gebeurt. Ja. Juskov komt los van de streep. 1.46.32. Nou, de Russen die hier zijn. Achter ons. Kijk eens dat gebaar. 3 jaar geschorst wegens marihuana gebruik. En nu dit. Hij leek ook zo ontspannen toen hij dat trappertje opkwam. Voelt zich goed. Ja, het zijn wel twee heel gevaarlijke zinnen achter elkaar. Ja, maar kijk eens. Dit is onervarenheid van Bart Swinks. Juskov, de winnaar in Insel. In Heerenveen 5e, tussendoor in Erfurt 10e. En nu heeft hij het baanrecord hier. Is hij verzekerd van de eerste Russische medaille bij deze afstandswereldkampioenschappen. Maar staat daarmee op derde. Nog niet van het goud. Juskov, Davis, Skobrev. Zo is de top 3 op dit moment. 3 man onder 1,47. En dat kan Bukko ook. Die kan dat zeker ook. Podium. Een Rus, een Amerikaan en nog een Rus. Brodka reed zijn beste in tijd gemeten 1500 meter in Heerenveen. Waar hij zijn handen legde op de World Cup. In Erfurt, de week daarvoor, won hij. 4 keer op het podium gereden dit seizoen. Eigenlijk is Brodka de grote favoriet. En de start is vals. En dat gaat ze allebei niet helpen. Nee, de baan is hier zo ontworpen met de plating aan de buitenkant van de bocht, zodat de wind kan blijven draaien. Daar goed te zien, boven de stoeltjes. Dus de luchtcirculatie is hier beter dan de ijsbanen in het Hamar, Heerenveen. Maar er rijdt niemand erin. Niemand die de lucht in beweging houdt. Kijk maar. En daarom rijden schaatsers veel liever halverwege. En Juskov die weet dat hij medaille heeft. Daar zit hij. Ja, dat is de enige die dat nu zeker weet. Werd vorig jaar al 6e, op maar 4/10 van goud. Toen zat het veld zo dicht bij elkaar. Het verschil tussen 1 en 3 is nu al 16e. Vorig jaar werd hij 6e op 4/10. 3 man in 1.46. Kleine Juskov. 2 minuten nog en Juskov weet of hij de nieuwe wereldkampioen is. Of dat hij hier nog staat. Zbigniew Brodka, winnaar van de World Cup. 4 keer op het podium, gewonnen in Erfurt. Ja, maar hij rijdt tegen Bukko. Bukko die eigenlijk de 5 kilometer losgelaten heeft. En zich richt op de 1500 meter. Dat voor Kramer daar niet aan meedoet. Ja, nog niet. Het zou volgend jaar zomaar wel kunnen. Ja.
Bukkel wereldkampioen geweest op de 1500 meter ook. En voor Bukkel is dit een voorzichtige opening. Die gokt ook op die laatste ronde. Allebei zijn ze wel sneller dan Juskov. En Juskov begon met een ronde van 26-5. Bukko komt naast Brodka richting de 700 meter. Dicht op elkaar. Brodka is eigenlijk de enige echte specialist op de 1500 meter. Die verder eigenlijk niks doet. 1500 meter is zijn ding. 26-5 was ook de ronde van Juskov. En hij reed deze bocht met Bukko mee. En kijk eens wat hij goed maakt. In 200 meter maar duikt hij al onder Bukko door. En rijdt voor op de streep. En die streep is Juskov. En Bukko 28-0 nu al. Brodka kan er nog halen. Kan nog. Bukko lijkt te zien. Brodka wil de buitenbocht. Of niet zo soepel meer hoor. Uit de bocht komt die streep weer. Kijk eens hoe ver hij weg is al. Juskov hoor. Russisch succes hier. In de Adler Arena. Op de eerste dag van de afstandswereldkampioenschappen. Er waren heel veel favorieten toen het begon. Maar er is er één overgebleven. En die zat in rit 11. En die versloeg de Belg Swings. Die niet voor een huzaren stukje kon zorgen. Juskov is het. Ja, 1 en 3. Skobrev derde, maar... Skobrev dus weer, zoals vaker dit seizoen op deze afstand door Juskov,